Ik zal eerlijk zeggen dat ik dit album voornamelijk wilde lezen vanwege die prachtige cover. Moet je kijken, hij is zo ontzettend mooi. En eerlijk is eerlijk, het tekenwerk van Xavier Fourquemin is ontzettend mooi. Vooral in combinatie met de kleuren van Scarlett Smulkowski. Roots is het zevende deel in de reeks De Wezentrein, maar het eerste deel in de vierde cyclus. Op de achterkant kun je even zien, het zijn cyclussen van twee albums. En die vormen samen één verhaal. Het scenario is van Philippe Charlot. En deze reeks De Wezentrein gaat eigenlijk over een aantal weeskinderen wiens levens met elkaar verbonden zijn. En ik heb de voorgaande delen niet gelezen, maar ik denk dat elk deel even ingaat op één of meerdere van deze kinderen. Nou, mocht je het voorgaande deel niet gelezen hebben, zoals ik, gelukkig wordt hier een kleine beschrijving gegeven in grote lijnen van eigenlijk wat er vooraf gegaan is aan dit verhaal. In dit deel staat Joey centraal. Nou, wie Joey is, dat lees je natuurlijk. Dat is die jongen die je hier ook afgebeeld ziet. En hij bracht zijn jeugd door in een western stadje onder de hoede van Lisa. Lisa die was de eigenaresse van een saloon, maar zij was ook heel erg betrokken bij het lot van de weeskinderen. Want in dat dorpje waar hij woonde, daar waren heel veel weeskinderen. En die werden niet goed behandeld, want de mensen in die tijd die zagen weeskinderen meer als goedkope arbeid. Eigenlijk gewoon een soort slavenarbeid zou je kunnen zeggen. En er werd verder geen aandacht besteed aan het welzijn van deze kinderen. En deze Lisa, die bekommerde zich daar zo om dat zij tijdens de verkiezingen van een nieuwe sheriff eiste dat er een school zou komen voor deze kinderen. En zij zette haar eis even kracht bij door haar saloon dicht te gooien. Nou, dat heeft natuurlijk wel heel veel effect gehad. Nou, al die strubbelingen, dat lees je hierin. Maar je ziet ook Joey op oudere leeftijd. Na het overlijden van Lisa is hij eigenlijk een beetje aan het zoeken naar zijn identiteit, naar zijn roots zou je kunnen zeggen. Nou, daar heb je meteen even de titel. En uiteindelijk gaat hij op advies van iemand op een cruise naar Ierland toe om daar te gaan kijken ja, wat eigenlijk zijn achtergrond is. Het is absoluut een mooi verhaal. Ik denk dat als je de hele reeks gelezen hebt, dat je het wat beter snapt. Misschien de verbanden die er zijn, maar op zich, zonder voorkennis, vond ik dit deel prima te lezen, ik heb er absoluut van genoten. Mooie tekeningen, mooi verhaal. Een prachtige hardcover uitgave van Bloon. En die vind je natuurlijk bij de stripwinkel.